KVW-TV met Wiebertje Slok. Goedemiddag jongens en meisjes en welkom bij de eerste uitzending van KVW-TV van maandag 10 augustus 2020. We hebben een speciale editie dit jaar omdat de officiële kindervakantiewerk niet door kan gaan in verband met het coronavirus. Daarom zenden we iets speciaals uit en hebben we een aantal leuke nieuwsitems waar jullie toch een beetje op de hoogte blijven en misschien thuis wel aan de slag kunnen gaan met opdrachten. Hey, Ros, wat zie ik nou? KVW-TV, wat is dat nou? Ros, uitstekend! Ik geloof dit niet. Ros, uitstekend! Wat gaan ze allemaal doen? Dit gaat maar kijkcijfers kosten! Dat kan niet! Ros! We gaan nu naar het weerbericht met Ali Toffe Peer. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes, jonge kijkers van KVW TV. Hier is Ali Toffe Peer met het weer. Het weer van maandag is vandaag, de dag zeg maar, dus daar gaan we het over hebben. Het is vandaag mooi weer, met een hier en daar een zonnetje, een wolkje, kans op wat buien, maar ook kans op zon. Dus we weten eigenlijk niet hoe het allemaal gaat worden, maar dat het weer wordt, dat is zeker. Dank jullie wel en tot morgen. Ali Toffe Peer, die trekt al die kijkcijfers naar KVW TV. Dat moet ik niet hebben, dat moet ik niet hebben. Ik moet een plannetje hebben in onze plassen. Hoe krijg ik die Ali Toffe Peer weg? Ik heb het. Grandioos, geweldig. Wat ben ik toch slim. Claudia Sunny. Kom eens hier. Ja, Sunny, kom. Wat dames, is er? Dag, hallo? Dames. Ja, ik heb een plannetje bedacht. Moet je luisteren. Baron TV. Het gaat een beetje minder en dat komt gewoon omdat KVW TV allemaal die kijkcijfers naar zich toe trekt. Dat kan ik niet hebben. Nee, dat dus klopt niet. Ik heb een plannetje bedacht. Vertel. Ik wil dat jullie Ali Toffe Peer, kennen jullie die? Oh, ja, Ali. Oh, Ali. Die moet verdwijnen, die moet van beeld af. Ja, die moet mee weg. Eens. Ja, helemaal want mee Ali eens. Heeft niet eens een weeropleiding afgemaakt. Meen je niet? Ja. Nee. Nou. En vind jij hem grappig? Nee. Dus, alles is geoorloofd. Okay. Jullie mogen alles bedenken en doen, als het maar weggaat. Ja. Oh, maakt niet uit. Gaan we regelen. Ja? Dat lukt ons. Kan ik op jullie rekenen? Zeker. Super. Oh, wat ben ik toch slim. Trots. Kijk, Sunny, daar linksboven. Ja, maar ik vind het een zwaar ding. Ja, ik heb hem aan. Ik heb een beetje last van turbulentie. Nee, okay, ja, ik begrijp dat we live gaan. Onze razende reporter, Erika Moutkip, is live bij professor Barabas. Hij schijnt bezig te zijn met een vaccin. We schakelen nu over. Dankjewel, Biebertje. Ik sta hier inderdaad bij professor Barabas. Hallo, professor Barabas. Goedemorgen. Druk, vertel. Waar bent u zoal mee bezig in deze coronatijd? Corona. We zijn druk bezig met het medicijn. Valt allemaal niet mee. Het is druk. Oh, u bent bezig met de medicijn? Zeker. Gaat goed komen, maar druk. Het is, gaat goed komen ooit. Oké, okay, nou jullie horen het. Professor Barabas is druk bezig met een medicijn. Dan gaan we terug naar de studio. Dank je. Ja. Nou, goed plan heb ik bedacht. Jouw plan? Het was mijn plan. Nee, het was mijn plan. Helemaal niet. Helemaal. En het was trouwens een stomplan. Nou, het was een stomplan voor jou. Nou, kijk eens wie daar zweeft. Ja, Ali. Ja, Ali, ja. Wat doet hij nou? Nee, Ali, ga eens weg daar. Wat doe ik fout? Ik ben het weer aan het presenteren. Ik moet mijn werk hier doen. Ja, en jij kreeg je weer op mij ingehaald. Nee, dat is niet zo leuk. Waarom zweef je? Ik denk dat jij beter ontslag kunt nemen. Dat denk ik ook. En dat jammer? Ja. Beetje jammer. Nee, als het zo zit, dan ga ik er wel van tussen. Doei. Doe je het zelf maar. Nou, en terecht. Nou, hij wees mij aan dat ik het ging overnemen. Oh, maar helemaal niet. Helemaal wel. Het was mijn plan. Het was jouw plan. Het was helemaal mijn niet. Plan. Nee. Jeetje, Ali Toffe Peer weg. Dat is niet zo best. En we hebben hem wel nodig voor het weerbericht. Wat moeten we nou zonder hem? Ik vind het zo sneu dat hij is weggepest. Kunnen jullie thuis niks voor hem betekenen? Ik heb misschien wel een idee. Bij de onderstaande link, hier, kun je een kleurplaat downloaden.
of ophalen bij Agora en Rukven. Als jullie die thuis nou allemaal eens netjes en leuk kleuren, dan verzamelen wij ze allemaal weer vanmiddag om 5 uur, hangen we ze op het raam en dat geeft toch wel een beetje liefde. Misschien dat Adi toch weer op die manier toch terugkomt. Is dat een goed idee? Nou, ga ik me voorbereiden op het KVW-TV van morgen. Want morgen heb ik 3 speciale gasten, de 3 biggetjes. Tot dan! Daag!